Zo, een hele goede avond allemaal. Fijn dat u weer bent, de zevende en laatste zomerspecial. En vanavond zal Gert Visser ons meenemen over het onderwerp aanbidding. Je liefde naar God uiten in alles. Ik wil kort openen met het lezen van een psalmtekst. Een psalmtekst die we vooral kennen omdat de Heer Jezus hem gebruikt. Aan het kruis, psalm 22. Maar er staat ook iets heel sterks in over de functie van muziek. Dat we zien dat het meer is dan een middel. Dat we zien dat het meer is dan alleen een sfeer of een vulling van de dienst. Psalm 22, gebed in aanvechting staat erboven. Een psalm van David voor de koorleider. Op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing? Van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. De eerste drie versen die starten in mineur. En zijn de woorden van iemand die God zoekt, die God niet lijkt te vinden. En opeens krijg je dan vers 4. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Dat is een hele bekende uitspraak uit de kerkgeschiedenis. Als je zingt, dan gaat de duivel op de vlucht. En eigenlijk vat dat samen wat hier boven de pericope staat. Gebed in aanvechting. En dat vierde vers, daar hoor je niet vaak over in preken, maar is dus heel sterk. U bent heilig. En waar vind ik u dan? In mijn God verlaatheid, in mijn zoeken naar u. Dan staat er, u troont op de lofzangen van Israël. Vandaar dat we dat lied ook kunnen zingen. Als wij aanbidden, dan bouwt God zijn troon. Als wij aanbidden, is dat niet alleen een vulling van onze liturgie, van onze eredienst. Dan gebeurt er echt iets waar we mensen God kunnen ontmoeten. Waardoor ze zich mogen uiten, gaat het vanavond over. En je ziet, je mag in de Bijbel, je mag je uiten in je klacht, in je frustratie, in je dankbaarheid, in je lof. En dan wil God daar antwoorden. Daar waar er aanbidding is, daar troont God. En ik geloof dat God niet alleen toen voor Israël, dat mag ook gelden voor de kerk anno 2017. Waar de kerk aanbidt en God groot maakt, daar is de troon. Mag ik je openen met gebed? Goede God, God van Israël, onze God. Ik wil u danken dat we bij elkaar mogen zijn vanavond. Om na te denken over een belangrijk thema. Voor ons als christen individueel. En voor ons als kerk. Als we na willen denken over aanbidding. Het ons mogen uiten naar u. Heer, dank u wel dat u een persoonlijke God bent. En dat we u inderdaad mogen aanspreken als mijn God. En wat daarna mag volgen in onze situatie. En Heer, ik wil u danken dat we in al onze situaties welkom mogen zijn bij u. Ook zoals we vanavond hier zijn gekomen. Al die emoties die David uit in de psalmen, dat we ons daarin mogen herkennen. Dank u wel dat u ons welkom heet vanavond. Dank u wel dat als we u groot maken, dat u daar troont. Dat u daar bent. Heer, wil ook danken dat Gert vanavond in ons midden is. Heer, wilt u hem zegenen, wilt u hem inspireren vanuit uw woord. Vanuit zijn vele jaren ervaring die hij heeft in het mensen mogen meenemen in het groot maken van u. Heer, wilt u hem zegenen in het spreken. Ons in het luisteren, opdat we allemaal aangeraakt mogen worden. Geïnspireerd door uw woord. Zegen ons zo, goede God. In Jezus' naam alleen. Amen. Gert, ik begreep dat we met een twee liederen beginnen. Misschien wil je daar wat over zeggen. Ja, voordat ik start. Ik wil tegelijkertijd al hier een verandering daarin doorgeven aan jou. Want ik dacht, misschien is het goed om even te beginnen. En God maakt vrij, schrijf maar heel heftig, maar laten we gewoon rustig beginnen. Dus ik wil het voorstellen om het tweede te beginnen. Dat is, hier zijn wij als levend offer hier. Als het gaat over aanbidding in alles, dan kunnen we deze mooi meezingen. Ik geloof het, of opwekking of geest ga je nooit, maar dat zien we wel. Thank you.
noemt ons vader. Ons dank voor uw liefde. U te aanbidden. Thank you.
Zegt opeens Jeremia van nou, het zijn de gunstbewijzen dat wij ja, niet omgekomen, niet omgekomen ja. zijn. En hij is heel, hij wil niet graag kwaad doen, dus soms moet het. In ieder geval staat opeens tussen die klaaglied over die ellende staat er een prachtig stukje aanbidding. Ja, ja, over die gunstbewijzen bedoel je ook. Ja. Ja. Maar daarna, ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd, maar er ja. staan er meerdere versen ja, ja. van hele mooie aanbidding. Fantastisch, mooi. Iemand anders? Marenka. Als wij samen weer de maand geweest zijn. Als wij samen weer aanbidden. Toch niet? Ta-da-da-da. Ja. Ja. Ja, mooi. Mooi. Liederen, zeker. Nog anderen? Nederland tegelijk, opstellen rij 3. Een Bijbelboek prediken. Zo, gooi jij er even in. Ja. Hij had een rol over klaarliederen, dan ging jij over prediken. Ga verder. Waarom? Omdat het in prediken gaat over het hele vluchtige leven onder de zon. Ja. En als je het hebt over wat is nou zinvol leven, dan moet ik altijd denken dat aanbidding een van de dingen is waarvan we weten dat we het zowel hier op aarde doen als ja. later in het goede eeuwige. Ja, 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 zeker, zeker. Dus daarom prediken. Ja, mooi. Ik moest er trouwens in het begin dat ik christen was niet over nadenken. Hè? Dat je dan eeuwig gewoon met een harp op een wolk zat, zeg maar. Dat lijkt me zo saai. En dan ook nog van die opwekkingsliedjes zingen, weet je wel? Ik bedoel, ja. Het is wel mooi, als dat. Gelukkig wel! Dat heb ik inmiddels gelukkig al begrepen. Ja, ja, ja. Ja, mooi. Een Bijbeltekst over aanbidding. Noem eens een Bijbeltekst waarin het woord aanbidding of aanbidders of aanbidden naar voren komt. Wie? Even gewoon voor. Ja. Zeg maar. Nou, het is niet aanbidden, maar het beheer ligt boven alles. Ja, is. Boven alles. Ja. Alles wat er ook maar gebeurt.
gebeurt. Ja. Mooi. Dat is inderdaad de meest volle manier natuurlijk van wat God mag ontvangen. Zijn onze liefde. Onze liefde. En ja, fantastisch. Mooi. Oké, nog één iemand dan? David, vooruit. David is als een dwaas. Zeker in de ogen van Michal. Zich aanstelt. Verschrikkelijk toch? Ja. Is toch belachelijk, Willem. Hoe kan het nou zo? Dat kan toch niet? Ja, blijkbaar wel. Mooi man. Ja. Mooi. Ja, daarom zei ik net al van, mogen wij hier voor u staan? Ik zei al zitten. Ik denk van, nou, laat iedereen blijven staan, maar dat doen we niet. Want ja, stel je voor. Nee, maar dat maakt niet uit hoor. Maar ik denk wel gewoon van hoe ingetogen wij vaak zijn en hoe een beetje zo van, nou, doe maar gewoon, dat is gek genoeg, weet je wel. Terwijl ja, als je de Joden soms iets feest vieren voor hun God en het feest van de wet bijvoorbeeld, nou dat is een en al dansen en toestanden, weet ik het allemaal, fantastisch. Daar kunnen wij nog wel wat van leren, denk ik. En ja, dan is David natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld, dat vind ik dan weer wel, een beetje overdreven, maar heeft dus ook een onderdeel, prachtig, ja mooi. Dankjewel. Ik wil jullie een liedje laten horen van Adrian Snell. Dat is onderdeel van het liedje, wat zei ik al weer, Guns of Peace. En dat gaat eigenlijk over een wereld die verscheurd is. En dit is wat God dan zingt en zegt. Ik weet niet hoe goed je Engels is, maar zal ik straks anders een eventjes een stukje proberen te vertalen, zeg maar. Dus je hebt nu een muziekje nodig vanaf, wat was het, 1:45 geloof ik. En tevens mijn tekst daarbij. Nee, mijn tekst juist. Yes, daar komt zo. Ja, en dan klik ik hem door, ja. Het is overigens voor mij, dat staat wat ik al zeg, het begin van het kader van aanbidding. Kopie.
Van deze avonden is ook Otto de Bruyne hier geweest. Ken je alles? Graag van jullie. En Otto de Bruyne was ook de vijfde waar ik aan binnen mocht leiden dit jaar. Voor de zevende keer. Fantastisch om te mogen doen. En Otto hoort bij een meubilair, zegt hij zelf daar. En hij had een mooie gedachte. Gewoon een hele korte gedachte eigenlijk. Dat is dat God als het ware, zeg maar, zijn evenbeeld ziet in de spiegel. In de spiegel die hij, zeg maar, voor zich houdt. En als jij in de spiegel kijkt, zie je misschien allerlei oneffenheden. En zie je in je innerlijk waarschijnlijk allemaal onvrijheden en onvredige dingen. Niet tevredenheden en dat soort zaken. Spijt, noem maar op. Maar God kent dat niet, hè. Hij is de volmaakte. En hij is volledig in harmonie, Vader, Zoon en Geest. En hij is volledig... Ja, in het Engels zouden ze een beetje raar dingen misschien zeggen, happy bothering around. Maar hij is zo vol van vreugde, zo vol van vreugde, die krachtig is, die uitstraalt, die... Als je daar in de buurt komt, dan word je al blij, zeg maar, dat gewoon. En ook tegelijkertijd zo vol van vrede. En ook zo vol van, hij hoeft zichzelf niet te bewijzen, maar hij is gewoon wie hij is en hij hoeft zichzelf niet op te dringen, te dringen, zeg maar. En dan kijkt hij zo in die spiegel en enig moment, zei Otto, heeft hij dan die spiegel opgetild en hem weggegooid. En hij barst uiteen in, wat zei hij ongeveer, 7.442 met 6 nullen, dus 7,4 miljard stukjes. En daaruit zijn al die mensen een afbeelding geworden van hem, van deze wereld. 7,4 miljard mensen, iets meer dan dat vandaag de dag in deze wereld. Die allemaal een stukje zijn van wat hij heeft gemaakt. Die allemaal volgens Psalm 139 ook, enig moment waar een zaadcel en een eicel bij elkaar kwamen, heeft God daar dat hart laten kloppen. En heeft hij ieder mens geweven in de schoot van zijn of haar moeder, sinds Eva ooit zelf moeder werd. Het eerst. En dan denk je van, ja, dat is zo mooi en dat is zo... belangrijk om dat zelf ook te kunnen zien, dat jij, maar ook dat ieder mens, maar ook dat jij persoonlijk zo'n afbeelding bent, en daar gaan we zo even mee beginnen, van zijn wezen. Een afdruk ook van zijn, dat staat ook over Jezus, maar dat is ook wat hij aan ons heeft gegeven. En als je dan net dit liedje beluistert, en voor mij staat het in het totale kader, hè, aanbidding heeft te maken met het totale kader van het hele woord, zeg maar. En ik vind het altijd heel belangrijk om tekst met tekst te vergelijken en om te zien uit welk kader komt dit en hoe kan ik het ook weer zo beleven, nee, hoe kan ik het ook weer zo uitleggen zelfs, dat het ook weer terug kan in datzelfde kader, of past het dan niet meer in? Of heb ik het dan uitgehaald en is het iets losses geworden waar ik nooit meer in past in dat hele woord van God? Terwijl daar gaat het om, het levende woord van God. Jezus levende woord, die... door de Heilige Geest in ons leven uitgewerkt wordt. Zoals er staat, dus Geest God zweefde over de wateren. En daar staat ook letterlijk in die tekst, het woord zweven betekent ook uitdoelen. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt, maar dat is dus zo.
God was als het ware aan het scannen. En dan is de Heilige Geest die als een soort... Je hebt ook wel van die auto's die over de wegen rijden. Om te kijken waar zit de scheur en een gat. Weet je dat? Dat doet de overheid. Er is zo'n camera overal. Die scannen de weg. En dan zie je ook vaak van die gele stukken op de weg. Heb je dat al gezien? En dan gaan ze daarna komen van die man die zegt eraan, die gaan dat repareren. Nou, de Heilige Geest scande de aarde die woest en ledig was. En vervolgens gaat God spreken. Die gaat het repareren. En die repareren. Niet zo van een beetje hier en een beetje daar. Nee, die gaat met een hele nieuwe schepping beheren dan. Fantastisch. En zo wil hij ook jou niet zomaar een beetje repareren, maar hij wil je tot een hele nieuwe schepping maken. Tot een mens die staat in die scheppingsorde die God bedoelt. Oh. Als je dat gaat pakken, dat is zo. Nou, dit liedje zegt dus eigenlijk ook, hè, een wereld zo vol van wonderen, van verwondering, zeg maar. Het werd uit mijn hart geboren. Ik heb het uit mijn liefde voor jou heb ik het voortgebracht. De aarde, de lucht, de regen, de zon. Het is allemaal deel van mij. Zo heb ik mezelf uitgedrukt, zegt God daar. En dat is ook zo. En zelfs toen ik tranen kwamen, heb ik die willen wegwassen. En als je op de wereld getrapt hebt en het moeilijk hebt gemaakt, dan heb je misschien ook wel zeg maar het lied van liefde, het levenslied van God, van liefde vertrapt. En ben je misschien wel blind geworden, blind, ik probeer Engels en Nederlands dat ook uit te doen. Ben je misschien wel blind geworden voor mijn lied van liefde en voor mijn voorbeeld? En misschien ben je wel bezig, mijn lieve wereld, zegt hij dan, om jezelf kapot te maken. En dan zegt hij van ja, er zijn heel veel muren. Angst, de hoop van de natie is kapot gegaan. Er is een schreeuw van dood uit alle monden, En dwars, dat gaat dwars door alle monden heen. En hoe kun je nog ooit mijn stem horen? Hoe kun je nog ooit zien dat er redding is? En uiteindelijk zegt hij dan, jullie hebben het willen doen met vuisten, ijzeren vuisten. En ogen die geen genade kennen. Je hebt het wel, zet je bij mensen in de ogen, kijkt soms. Dat je denkt, ja, die persoon is zo hard, die kent geen genade. Zo bitter, die kent geen genade. En uiteindelijk zit je zo vast in kettingen waar ik heb bedoeld dat je vrij zou zijn. En mijn kinderen sterven in deze wereld, terwijl jij, zegt God, tegen ons en tegen mij, een beetje te dik worden van te veel. Hoe kan dat, zegt hij eigenlijk? Dat is een schreeuw van zijn hart. Hoe kunnen deze dingen toch? Er zijn open wonden en uiteindelijk graven die maar gillen en open zijn. En uiteindelijk, stop nou eens met the guns of peace. Stop nou eens met dat gevecht. Maar laat nou eens de liefde prevaleren. Laat nou eens de liefde uiteindelijk, en hier, seize the war you're waging. Sinds dat wij tegen dat virus aangelopen zijn, op de reclame van de slang zijn ingegaan, hebben we gezegd, dit, hè, dat is de oorlog verklaard, zeg maar. Hè. We zijn onze rug naar God gegaan en hebben gezegd, manpower! Oh, dat is trouwens uit zijn bureau, dat was niet de bedoeling, maar dat hebben we eigenlijk wel gezegd. Hè? Manpower! Terwijl wij zaten eronder, hè? Wij zaten onder de dood en onder de zonde en onder de vernietiging. En dan zegt God, stop nou eens met dat gevecht, maar ga de liefde nou eens tegen, alsjeblieft. En zelfs offer love staat er, hè? Dat vind ik zo mooi. Hè? Als het in het Engels staat, betekent dat gewoon dat je het aanbiedt. I offer something to you, I offer you a cup of coffee. Maar offer zit ook het woord offeren in. Hè? Zelfs al doet het je zeer. Blijf ook alsjeblieft die liefde delen. Heb God lief boven alles en daarnaast als jezelf. Hebben we net gezegd, hè? Hoe gaaf is dat? En als je dan die God een beetje leert kennen, dan wil je dat zo gek als David doen, denk ik wel eens. En tuurlijk, ik ben wat meer outgoing en de ander is wat rustiger en wat meer teruggetrokken. En, zeg maar, introverter misschien. Maar ergens, als je zo... Dat is echt mijn dagelijks gebed. Ik wil onder de indruk komen van wie u bent. Ik wil de wow factor, mijn aanbiddingsleven, hè, zeg maar, mijn verlangen van het uiten van mijn liefde in alles, die wow factor, die kan alleen maar gevuld worden als ik u ontmoet en als ik u leer kennen. Die kan alleen maar zo gevuld worden als ik u mag zien. Zoals Mozes het verlangen had om God te zien, toch? En zoals Petrus en die andere discipel Johannes, denk ik, erbij was toen
toen Jezus met Mozes en Elia op de berg was. En hij zegt, laten we hier een kerk bouwen. Dat was een goede plek, weet je wel. Dit is een goede plek. Hier moeten we blijven. Dit moet alles zo houden. Dat willen we ook het liefst. Wij willen het liefst, daar waar we ergens zegen ervaren, willen we vasthouden. En dat is niet helemaal verkeerd. Alleen, nou ja, het is niet gebeurd daar. En dat kan ook bijna niet. Want God is de God van beweging. En God wil altijd verder trekken. God houdt niet van vastzitten. Het is dat David hem heeft gevraagd dat hij een tempel moet bouwen. Maar liever had hij het niet gehad eigenlijk. Oké, als jij het dan wilt. Ik woon prima in die tent. Dat is eigenlijk, als je dat leest, dat verhaal met David. Dat is eigenlijk wat God zegt. En zelfs een koning. Oké, jullie willen een koning, dan krijg je een koning. Ik ben toch jullie koning? What's wrong with that, weet je wel? Wat is daar fout aan? Maar oké, je wilt een koning, dan gaat het weer fout. En gelukkig is er dan een David, een man naar Gods hart, met moeilijke dingen in zijn leven en tegelijkertijd. Keuzes waarvan je denkt van, nou is dat nou een man naar Gods hart? Jongen, jongens. Maar God ziet het hart aan. En God ziet zijn passie en zijn verlangen. En God ziet zijn struikelen. Wat is dat? Regelmatig struikelt de rechtvaardige, maar hij staat of zelf wil, maar vooral dat God er weer overeind hield. En dat is het mooie voor ons ook, hè? Dat we dus de afdruk zijn van die spiegeling, zeg maar, die God zo heeft bedoeld. En dus uiteindelijk dat wij zijn naar zijn evenbeeld gemaakt. En daar gaan we nu even naar kijken met elkaar. Ik hoop dat het dan lukt met klikken. Ja, hij doet het prima. Nou. Aanbidding in ons dagelijks leven, hier zie je iets van heel veel kleur. Ja, dat is fantastisch mooi om te zien dat aanbidding heel kleurrijk is. Dat is niet alleen maar zingen natuurlijk. Zo van, we hebben aanbidding tussen 10 en 11, 's morgens op zondag. En voor de rest, aanbidding is behelst je hele leven, als het goed is. Aanbidding neem je ook mee. Aanbidding is iets wat jou op zondag als het ware, waar je in geholpen wordt om naar Gods troon te gaan. Om Gods stem te verstaan, aan Gods hart te zijn. Zoals Jezus was aan de boezem van de Vader, zo mogen wij zijn aan de boezem van de Vader. Het woord voor aanbidding in het Nieuwe Testament is dan ook proskuneo, betekent er naartoe om te kussen. En in het Oude Testament stond gelukkig al, kussen we zo, dus dan weten we precies waar we moeten zijn. Dat is aanbidding. En het bijzondere dan is, hè, dat ik hou heel erg van God in de zin ook van dat hij alles heeft bereid om de weg naar hem terug weer goed te maken. En dan heeft het over vergeving. Maar het stopt niet met vergeving. Wij hebben altijd de mond vol van vergeving. Maar als vergeving niet uiteindelijk leidt tot verzoening, heb ik niet zoveel voorgesteld. Want door de vergeving zijn we verzoend met God of niet? Mogen we de zoon kussen of niet? Verzoenen en kussen, verzoening, hebben wel met elkaar te maken. Dat. Snap je wat ik bedoel? Dat de vergeving, als de vergeving er alleen was geweest, had God uit de hemel kunnen zeggen, nou jongens, succes erbij, het is nou goed hoor. Zoek het nou maar weer uit. Dat kan dus niet. Hij zegt, nee, nu gaan we samen optrekken. Dat is zo mooi. Ik pak even de microfoon wel uit, dan ga ik meekijken op mijn eigen... Oh, dan loop ik natuurlijk weer naar de kamer. Ik probeer hier te blijven staan. Gaat, God wil ik. Je kan wel naar de zijkant hoor, lukt wel. Ietsje? Ja. God zei, laten wij mensen maken. Daar hebben we dat verhaal in de spiegel, zeg maar. Naar die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moet de heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God, vers 27, schiep de mens als zijn evenbeeld, en nog een keer, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij drukte zich mannelijk en vrouwelijk uit. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Dat was Gods bedoeling. Dat was Gods opzet. Naar zijn evenbeeld geschapen. Genesis 2 staat dit, heb je niet bijgezet, maar het is 26 en 27 en 28. Genesis 1. En in 2 zie je dan dat God daar niet bij laat. Daar niet bij laat. Want God die heeft er helemaal niks aan. Dat mensen als het ware als een soort robots gaan functioneren. Oké, God. Halleluja, God. Amen. Ja, oké.
dan word je zo'n robot. Daar gaat nergens over. Want liefde, ik weet niet of jij wel eens verliefd bent geweest, of geprobeerd hebt iemand te veroveren, maar dan zeg je niet van, ik hou van jou, dus jij moet van mij houden. Dat kan dus niet. In Gods liefde zit alle vrijheid. Alle vrijheid. Om zelf te kiezen wat jij wil kiezen. En daarin zit dan ook het hart. En daarin zit dan ook tegelijkertijd dat verlangen om een aanbidder te willen zijn. En God heeft dat op deze manier gedaan. Geschapen zijn we in vrijheid van alle bomen van de tuin mag je eten. Moet je maar eens kijken. Wat een schoonheid, wat een creativiteit, wat een heerlijkheid. Wat smaakt het allemaal verschrikkelijk goed. Al die bomen, maar niet van de ene. Er staan er maar een paar miljoen, zeg maar, van die bomen. Maar niet van die ene. Eentje maar. Die in het midden staat van de tuin. Want dat is de boom van kennis van goed en kwaad. En wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En dat was niet de bedoeling. Maar God wilde geen robots. Dus hij moest iets creëren waar mensen konden kiezen. Snap jij wat ik bedoel? Aanbidding komt het ook voort uit onze eigen vrije wil. Maar het kan ook fout gaan. Want van alle 100.000 dingen is er vaak één waarvan wij zeggen, ja, maar dat wou ik nou net precies wel. En de duivel zal ook proberen reclame te maken dat het gewoon hartstikke goed is om dat wel te willen. Maar wil je daarmee uiteindelijk aftrekken van de wil van God? En daarmee word je verlamd. En daarmee komt angst. En daarmee komt dood. Daarin is vernietiging. Dus de kunst is om het goede te zien. Om het goede te pakken. En niet dat ene per se te willen wat je afleidt van God. Dat geldt voor ons allemaal. In elke situatie, misschien wel elke dag een keer. Maar de kracht van weten dat je geschapen bent naar zijn evenbeeld en de kracht ook van natuurlijk het volk zoals we hier bij elkaar zitten, denk ik, het weten dat je een kind bent van God en dat je hem beter wilt leren kennen, dat hij je vader is die het beste van het beste van het beste, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, voor je wil, omdat hij op zoek is naar datgene wat hij er zelf al lang heeft ingestopt. Die God, die wil dat wij dat vanuit onze eigen vrijheid doen. Mooi, hè? Ik vind het geweldig. Dat zegt dus iets over je hart, over je hartsgesteldheid. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Er staat vaak het woord gezindheid in de Bijbel. En gezindheid, dat zeg ik altijd maar heel simpel, dat betekent gewoon, waar heb ik zin in? Waar heb ik zin in? Nou, ik kan je vertellen, schrik niet, dat ik soms zin heb in die visionaire gore zonde. Op de een of andere manier zit dat ergens in mij, dat haakt ergens naar blijkbaar, waarvan ik dan proef van dat ik dan toch zeg maar stiekem ga veroordelen. Of dat ik dan toch op een andere manier naar een vrouw kijk dat ik zou moeten, dan dat ik zou moeten doen. Of dat ik dan toch in mijn hoofd iets haal van jaloersheid, van die ander is toch veel beter dan ik. Dat zijn allemaal dingen die verlangen, dat heet zonde. Dat nare gore virus. Excuseer helemaal. Maar aanbidding komt van binnenuit, moet niet van buitenaf opgelegd worden. Daarom moet je als aanbiddingsleider ook heel voorzichtig zijn, om de mensen dus vrijheid te geven. Moet je daar heel gevoelig mee omgaan, te weten wat God op dat moment wil doen en dat je dat niet kunt manipuleren, maar dat het iets geestelijks is in vrijheid, wat jij mag faciliteren. Zo simpel is het eigenlijk. Paradijs en de boom. Vanwege de vrijheid. Toen gingen zijn beide ogen open, want de duivel had gezegd, joh, dat is helemaal niet waar. God heeft niet bedoeld, hij heeft het niet gezegd, dan zul je gelijk sterven. Nee, dat is helemaal niet zo. Ten dagen dat je daarvan eet, en er geeft wel een excuus, zul je aan hem gelijk zijn. En dan zullen Adam en Eva het in hun hoofd gehad hebben waarschijnlijk, van aan God gelijk. Dat lijkt me mooi. Dan heb hij tenminste niet meer alle macht. Hebben wij nog een beetje macht? Manpower. Nee, dat hebben ze niet gedacht waarschijnlijk. Toen nog niet. Hebben ze niet gedacht. Ik denk dat ze gedacht hebben. Zou het waar zijn? Ze zijn waarschijnlijk een beetje in de war geraakt. Keith Green zegt, I'll put some truth in every lie. In een liedje. Ik stop een beetje waarheid in elke leugen. I'll put some truth in every lie. Mooi liedje van. Het gaat over de duivel. I can get no satisfaction at the Rolling Stones.
Had ook over de duivel. Weet je, het is zo belangrijk om Gods woord zo te kennen dat je, en toe te passen dat je het weet. Jezus wist dat, hè? De duivel komt ook bij hem, toch? Als je nou mij aanbidt, zegt de duivel, ben jij gek, zegt Jezus, weet je dan wat er in Gods woord staat? En dan houden ze elkaar. Nou, bij Eva was dat wel even lastig. Maar het was misschien ook wel de weg, zou ik bijna zeggen, die God wilde gaan, omdat hij dwars door alle moeite en pijn heen misschien wel uiteindelijk wil komen. Dat is maar een filosofie van mij, tot een volk die hem vanuit de pijn geboren uiteindelijk dienen gaat. En nooit machtsbellistelingen zullen worden zoals Lucifer werd. Want hij zei, ik zal alle aanbidding ontvangen in Sion. Want hij zei, ik zal mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Want hij zei, ik zal mij plaatsen boven de hoogten van mijn God. Lees maar zelf in Jesaja 14. Dat was de vorst van het kwaad. Dat was de machtsbellisteling. En dwars door de pijn heen laat God Jezus zien. En wil hij mensen zoeken die dwars door de pijn heen hem aanbidden. Toen gingen beide ogen open toen ze die zonde gedaan hadden. En merkten dat ze naakt waren. Goedemorgen, zeg, dat was snel. En zo een paar miljoen jaar daar rondgelopen, zeg maar. Nee, dat weet ik niet. Ik probeer altijd maar soort van de evolutietheorie en het geloof bij elkaar te halen. Maar dat kan helemaal niet natuurlijk. Maar hoe lang ze daar gelopen hebben zonder zonde in die tuin, weet ik niet. Het zal niet een dag geweest zijn, denk ik. Waarschijnlijk wel een stukje langer. Ook in de kennis aan God die ze hadden. God kwam bij elke avond in de avondkulte, weet je nog? Heb ik het gelezen? Weet je? En dan kwamen ze naar God toe. Dat paardje, hè? Dat heb ik, zwart-witte paardje, heb ik zebra genoemd, zei Adam dan. Maar ja, dat is er één. Hij moest alle dieren onthouden die hij naam gegeven had. En die besties, hè? Dat was dan een bosbes, hè? Maar die zijn lekker, zeg. Hoe heb ik dat gemaakt? Weet je? Verwondering, hè? Eén naam stel ik me zo voor. Dat dan God in de avondkulte naar Eden kwam, hè? Eden, vak bij Velendaal, nee, Eden. En dat Adam en Eva naar hem toe renden, zo zie ik dat voor me, hè? En dat hij komt er weer aan. Onze vader, onze schep, onze liefhebber, ons alles, dat. En deze keer niet, want ze waren naakt. Dat hadden ze in één keer door. Goedemorgen. En daarom legden ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendeschorten van. Want ze schaamden zich voor elkaar ook. Toen was God nog niet in de picture op dat moment, zeg maar. Toen vonden ze het al lastig om elkaar eerlijk aan te kijken. En elkaar te blijven zien zo zuiver als het voorheen was. Daar was iets tussen gekomen. Ze hadden schorten nodig. En dan, toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem, tussen de bomen. Dus die schorten die hielpen niet alleen, ze moesten ook nog een heftiger, betere schuilplaats hebben om zich te verplaatsen naar een plek waar God hen niet zou zien. Dat dachten ze tenminste. Dus God die komt dan daar. En dan zegt, dan staat er, hè, God de Heer riep de mens. En heel veel mensen, moet je even schrikken van mij zo, maar heel veel mensen lezen dit als God riep de mens. Waar ben je? Sorry. Nu is het eigenlijk nog. Ik had nog gezegd. Maar dat is wat heel veel mensen denken. Dat God op dat moment al furieus is. Dat God op dat moment al de hel achter zijn voeten heeft meegenomen. En zal zorgen dat het allemaal... Nu is het fout gegaan. Zand erover, water erover, vuur erover, whatever. Maar God die roept in al zijn wetenschap, in al zijn kennis, in zijn almacht, in zijn almacht, in zijn alwetendheid. Adam, wat ben je? Want hij kwam niet. Normaal kwam hij altijd. En natuurlijk wist God dat die duivel reclame had gemaakt voor zichzelf en die boom, sissies en wel. En natuurlijk wist God dat Adam en Eva beide welgenomen hadden van die ene boom. Natuurlijk had hij dat gevoeld zelfs in zichzelf, denk ik wel eens. Er is iets goed fout gegaan. Er gaat iets dood nu, wat altijd leven moest zijn, eeuwig. En zo stuurden wij ten diepste daar op dat moment. Terwijl hij zocht aanbidding. Nee, hij zocht aanbidders. Sorry. Dat is echt fout om te zeggen, hij zocht aanbidding.
Want God heeft helemaal geen aanbidding nodig. God zoekt aanbidders. Mensen die tegen hem zeggen, je bent zo lief. Je bent zo mooi. Wauw. Die verwonderd worden. Die stilstaan bij hem. En bij wat hij, en waarin hij zichzelf heeft uitgedrukt. In alle bomen. In alle dieren. In de lucht. In de regen. In de donder. Hij zoekt mensen waarmee hij dat kan delen. Want zo heeft hij zichzelf uitgedrukt. En hij heeft zich uiteindelijk uitgedrukt in mannelijk en vrouwelijk. En wij zien God als vader. En er is waarschijnlijk niet zoveel mis mee. Pas geleden was ik bij een organisatie. Dat heet dan de Iona. Iets van Iona in ieder geval. En die bidden dan ook moeder God, zeg maar, dat soort dingen. Nou, ik oordeel daar verder niet over. Jezus zegt, de Vader in de hemel, dus hou me dan wel aan. Maar God is ook wel degene die zegt, ik zal de kiekens als een hen tot mij verzamelen, toch? Dus ergens is er ook altijd iets van het moederhart van God. Want hij heeft zich uitgedrukt in mannelijk en vrouwelijk. En niet de man is alleen God, niet de vrouw is alleen God, maar beide zijn ze samen als God. Naar het evenbeeld geschapen. Aanvullend op elkaar en niet aanvallend. Hoewel, soms is dat best wel lastig om dat ene lettertje verschil goed door te hebben. Niet aanvallend, maar aanvullend. Nou, vervolgens ontstaat dit dus allemaal. Nee, dan moet ik het nog even afmaken. En dan zegt hij dus, waar ben je? En dan zegt Adam, ik hoor u in de tuin en werd bang. Dat is nog nooit gebeurd. Hè? In één keer voelde ik bangheid, angst. Omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Misschien heb jij dat soms ook wel eens. Dat je denkt, wat gebeurt er eigenlijk met me? Wat gebeurt er eigenlijk met me? Waarom word ik in één keer boos, bang? Waarom raak ik in één keer beschaamd? Hoe kan dat? Iemand kijkt je op een bepaalde manier aan, je voelt je niet lekker. Dat soort dingen. Ik werd bang omdat ik naakt was. Wie heeft je verteld dat je naakt bent, zegt God al? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik verboden had te eten? En dan komt het hoge woord eruit. En dan gaat God gelijk al zijn plan ontvouwen naar Jezus toe. Uit het zaad van de vrouw zal ik doen voortkomen. De Messias. En uit het zaad van de slang zal het kwaad voortkomen. Dat het altijd een hielenbijter zal blijven. En het altijd moeilijk zal maken. En het altijd heeft gedaan voor mijn Joodse volk. Later als God terugkijkt. Of in de toekomst keek. Want God kent de tijd niet. En het ook altijd moeilijk gemaakt voor de christenen in vervolging. Ja, wij hebben het hier wel fijn in de kameel hier natuurlijk. Dat is goed, hè? Lekker bakje koffie erbij. Reders. Maar weet je, er zijn de Joden en ook heel veel christenen vandaag de dag. Hebben zo'n vervolging. Waarom? Omdat de duivel het zo moeilijk maakt. Omdat er een strijd is die gevochten moet worden. En dan komt het erop aan, wat voor een mens ben ik? Wat voor een aanbidder ben ik? Ben ik bereid om dwars door de moeite heen een offer te brengen? En niet alleen maar lof, offer brengen wij aan u. Wat een heel leuk liedje is. Maar een offer is wel een offer. En een offer doet pijn. En daar kan ik mensen niet zo hard bij. Mag het ook echt iets kosten, zeg ik dan. Dat is verrekte moeilijk, mensen. Maar dat is wel wat de ware aanbidder kenmerkt wat mij betreft. Wat het gevolg is, dat staat hier allemaal op. Schaamte, angst, afstand. Geen paradijs genieten, maar gemonteld paradijs, hebben we even gezegd. Dat is vandaag de dag, hè? Als je lekker naar de wellness kunt en zo, dan weet ik wat er allemaal kan tegenwoordig. Ik wil niet zeggen dat het allemaal fout is per definitie, maar ik zie wel vandaag de dag dat het vooral gaat om entertain me, zeg maar, hè? Vermaak mij nou eens een beetje. Dat genot lijkt wel God te zijn geworden. En dat is ook weer niet de bedoeling, want het leidt alleen maar af en verlamt uiteindelijk. Terwijl mensen denken dat ze vrij zijn. Jaloersheid, haat, vernieling, dood. En dan, hallo vrijheid, wegvrijheid, hallo virus. Wat zijn de gevolgen voor God? Luister, dit. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Dat is ten tijde van Noach. Dan moet je je voorstellen dat... Oh, ik heb er wel eens iemand over gepraat die daar verstand van had, zeg maar. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar die zei, in de tijd van Noach was er waarschijnlijk waren er veel ernstigere ziektes dan nu. Vandaag de dag. Met onze 7,4 miljard mensen. In de tijd van Noach was er zoveel ellende en oorlog en haat en angst. Dat is niet voor te stellen. En dat God dan dus uiteindelijk komt tot dit besluit. Dat heeft iets
toen nooit meer gedaan, gelukkig. Maar het is wel het hart van God. Het is wel de schreeuw van het hart van God. Luister maar mee. Luister maar mee. Hij zag dat alle mensen slecht waren. En alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. En hij kreeg spijt van dat hij de mensen gemaakt had. En voelde zich diep gekwetst. Dat is een soort Belgisch woord. Nee, van oorsprong. Maar dat maakt niet uit. Dat gaan jullie helemaal rare dingen denken van mij. Maar weet je, dus heel veel mensen lezen dat ook maar tot en met, zeg maar. Hè, hij had er spijt van dat hij de mensen gemaakt had. Huppakee, water erover. Oh, er zijn er nog een paar die wel oké zijn. Daar gaan we dan weer het nieuws mee beginnen. Voor de rest, waardeloos allemaal. Maar hij was diep gekwetst. En dat is wat ik bedoel met de pijn. Want als je het leest in het Hebreeuws wat daar met diep gekwetst staat. Ik weet niet of jij als diep gekwetst bent. Als iemand die je dacht dat hij je vriend was, dan zei hij tegen jou: ik heb nou iets over je gehoord, ik vertrouw jou niet meer. Oh. Of dat je echt gewoon probeert om met mensen een weg op te gaan en dat ze zeggen: ja, ik vertrouw jou niet meer, want jij praat achter mijn rug om. Terwijl je zeker weet dat je dat nooit gedaan hebt. Hoe kan dat kwetsen? Weet je wel? Nou, dat is ongeveer hetzelfde als dat iemand eens een keer zei, een van de 10 geboden. Daar staat van, gebruik mijn naam niet eigen. Hè? De naam van God ook weer met aanbidding te maken. De naam eren, de naam loven, de naam aanbidden. De naam is ook de naam van God. De Joden zeggen dat vaak, hè? De naam. Hashem, Baruch, Hashem, Adonai. Gezegend, de naam van God. En dat, iemand zei, leg dat eens een keer uit, van dat je dan zegt, was dat bij het voorzitter van onderwijs, dat je dan een steen pakt en dat je dan de naam van iemand daar opschrijft en dan die steen bij de directeur door eruit gooit. Dat vond ik toen tijd best een aardig idee op zich, want ik had helemaal niks met die directeur. Maar dat terzijde. Ik was ook nog niet wedergeboren toen natuurlijk. Gelukkig heb ik mijn leven veranderd. Maar dat je dus in naam van een ander iets heel slechts moet bij iemand. Snap je wat ik bedoel? Dat ik bijvoorbeeld zeg van, nou, over Joshi bijvoorbeeld. Joshi moet ik zeggen, niet Joe, maar Jij. Gewoon Jij, hè? Joshi. Dat ik inderdaad dus bij iemand ga zeggen van nou, weet je, dat ik nou bij Joshi word, weet je wel. Terwijl ik het eigenlijk gedaan had. Dat is echt fout. En God was diep gekwetst. En daar gaat het uiteindelijk over. God die zich diep gekwetst. En dan staan we even verderop, Deuteronomium 31, 18. Ik ben het die zich van hen afkeert, omdat ze zoveel kwaad hebben gedaan en zich met andere goden hebben ingelaten. En daar gaat het om. Als God ziet dat wij andere dingen voor zijn heerschappij schuiven, als wij andere goden inbrengen, die we meer gaan vertrouwen dan hem, dan neemt hij wel even afstand. Hij hoeft niet zo per se. Maar vooral, waarin hij tegen kan, is als er onrecht is. En vooral waarin hij tegen kan, als het ware, is dat wij andere goden achterna gaan. En wat zijn de goden van vandaag de dag? Noem ze maar uit je eigen leven of niet, hoor, waar ook. Maar snap je wat ik bedoel? Hoe vaak plaatsen wij niet andere dingen of mensen? Je kunt zelfs je voorganger kun je voor God, boven God plaatsen. Of voor God plaatsen. Kan allemaal. Je kunt zelfs je overtuiging voor God plaatsen. Ik heb het zelf ook wel eens gehad, denk ik. Dat ik echt wel beter dacht te weten wat er werd bedoeld, zeg maar, met dat ene woord. Terwijl achteraf had ik het gewoon echt zo goed fout. Terwijl daarmee heb ik God kort gedaan en anderen tegelijkertijd, zeg maar. Gelukkig mag ik mensen bekeren. Het gevolg. Dan deze. Het gevolg. Jullie wangedrag is het. Dat jullie je God en je God uit elkaar heeft gedreven. Onrecht, hè? Wangedrag, zonde. Door jullie zonde had hij zich verborgen. En hij wil je niet meer horen. Jezaja 59, vers 2. In de oude vertaling staat er, uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonde doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Dat kun je toch niet voorstellen, hè? Dat bedoel ik. En zo leven dus heel veel mensen in deze wereld. Gescheiden van God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kan dus ook de uitroep worden,
in deze wereld vandaag de dag voor ieder mens die zonder hem leeft. En dat is het ook. Alleen zij zoeken het in allerlei verzekeringen, luchtige oplustenlossingen, andere goden, bijgeloof, machtsdeelust, noem maar op. Maar daar waar wij aanbidders blijven, waar wij vanuit vrije wil uiteindelijk mensen zijn, die door, ook op grond van het offer van Jezus, kinderen van God zijn geworden, wij mogen van binnenuit die liefde blijven betonen. En die wow factor mag hoog worden en groot worden. Want die zal je inspireren om je leven met God op een goede manier te leiden. God de Heilige en zonde gaan nooit samen. Als je meeschrijft moet je maar eens kijken onder andere Habakkuk 1 vers 13. Spreuken 6 vers 16, ik ga het niet allemaal lezen. Psalm 5 vers 5 tot 7. Psalm 11 vers 5. Hebreeën 12 vers 28 tot 29. Efeze 4 vers 30. 1 Korinthe 13 5. Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen ons en onze God. En uiteindelijk hoe heeft hij dat opgelost? Iemand een idee? Precies. Waar staat het ook weer? Uit 1 Korinthe 5 vers 21. Hij werd voor ons tot? Voorgangers? Zonde gemaakt. 1 Korinthe 5 vers 21, toch? 1 Korinthe 5 vers 21. Dus God die niet bij de zonde kan. Wij kunnen meer dan God, hè? Wij kunnen gewoon in de zonde leven, zeg maar. Maar hij kan dat niet. Hij kan daar niet bij. En juist hij werd tot zonde. Onvoorstelbaar. Stel, het gaat God niet in de eerste plaats om zijn liefde, maar om zijn heiligheid. Oftewel, want we hebben nu gezien hoe God de zonde haat. En dan zijn er mensen die zeggen, het gaat God niet in de eerste plaats om zijn liefde, maar het gaat om zijn heiligheid. Dat het kan een stelling zijn. Nou, ik denk dat als je dat zo gelooft, dan zou je misschien je eigen kinderen veroordelen omdat ze zich niet heilig genoeg gedragen. Maar iedere vader en moeder, of iedere vriend van een andere vriend of vriendin, die blijft, ondanks wat misschien een kind niet goed doet in je eigen ogen, volgens mij toch van die persoon houden. Ik blijf van mijn kinderen houden, no matter what. En zo is het bij God niet anders. Dus hij prevaleert zijn liefde boven zijn heiligheid. Maar zijn liefde en heiligheid sluiten elkaar niet uit. Zijn liefde en heiligheid zijn één en dezelfde. De liefde die zo zuiver op de graad is, dat ze heilig wordt. En heiligheid die zo vol van genade is, dat ze liefde wordt. En daar kruisen ze elkaar. Aan het kruis van Golgotha. Genade. En als je je daar iedere keer weer door laat verbazen, dan word je een echte aanbidder. Die aanbidt vanuit vrijheid, die groeit in verwondering, die groeit in geloof dat je begrijpt wat God is en bedoelt. Wie God is, moet ik zeggen, en wat hij bedoelt. Die Bijbelmens is verschrikkelijk belangrijk. Ik kan me niet voorstellen dat er christenen zijn die zeg maar die Bijbel gewoon bij het niet meer open doen. Maar het gewoon mooi bij leuke en fijne opwekkingsliedjes houden. Hoe goed ze ook zijn uit Amerika of uit Australië, maakt allemaal niet uit. Maar daar kun je niet op leven. Die woorden, hoe goed ze soms ook zijn, die aanbiddingsliederen, dat is niet het woord van God. Het woord van God is daar waar God spreekt. En natuurlijk kunnen die op muziek staan, absoluut. Maar zorg dat je in de breedte het woord van God begrijpt en kent. Want daarin zit de uitnodiging tot aanbidding. Daarin zit de uitnodiging tot het liefhebben van God boven alles en de naaste als jezelf. Jezus heeft Gods heiligheid zichtbaar gemaakt. Hij is Gods heiligheid in eigen persoon. Hij heeft de volle last van de zonde gedragen om voor de volle 100% bij mensen te kunnen zijn. Want dat was Gods bedoeling. Nou, nog even afsluitend voor de pauze, denk ik, want ik ben al veel te laat natuurlijk. Geen religie, het gaat om relatie. Ik kan alleen maar reageren op Gods liefde en heiligheid als ik verbonden ben met hem. Oftewel, reaction through connection.
No prescription by law, but benediction through his love. Terwijl, het wordt me niet voorgeschreven dat ik Gods wegen moet bewandelen en hoe ik Gods wegen moet bewandelen en dat ik een aanbidder moet zijn. Nee, het wordt niet voorgeschreven. Het is als een zegen, een zalving van Gods geest. Not only Bible information, but with that great spiritual transformation. Bijbel is niet alleen maar een mooi en lief woord van God, maar moet uiteindelijk leiden tot transformatie. Verandering van ons leven. Word dan vernieuwd. Wij vernieuwen ons denken, nu hebben we het gezongen. Word dan hervormd door de vernieuwing van uw denken. Wie zijn er allemaal hervormd hier? Ja, in die zin wel, als je zegt. Ja, goed zo. Ja, nee, geen idee op die ene kerk. Er is maar één ware kerk natuurlijk. Dat is die van mij. Nou, nou ja, Willem Oudeel zei dat pas tegen mij. Er is maar één ware kerk, zei hij. En toen zei hij niet, dat is die van mij, Willem. Nee. En dan deze. I worship his kingship. I love his love, goodness and mercy. Oh yes, I do. Ik heb dat een beetje van een leuk dingetje opgepakt en zelf aangepast. Maar dat is waar het om gaat, mensen. Dat je dat zo gaat zien, dat zij God zijn, zijn koningschap, zijn heerser zijn, in liefde. Dat dat je leven zal veranderen en zal maken tot wat Jezus zegt. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat is de manier waarop. Maar wat staat er vooraf in Johannes 4? Wat zegt hij tegen die vrouw? Wat zegt hij dan? Nou? Je weet het toch? Hier dan net vooraf. Je mag meepraten. Hij heeft zoveel tegen haar. Nee, dat ene zetje net niet precies voor. Dit is 24, maar in 23 staat. God zoekt. Kijk. Precies. Nou, dat is net waar ik net de fout in gedaan. God zoekt niet aanbidding. Maar God zoekt aanbidders. Dus aanbidding is, zeg maar, datgene wat je doet. En aanbidder zijn is datgene wat je bent. En dat is precies wat hij zoekt. Even pauze. Thank you.